Had an important focus and to show all real. No. That I took it. Need ID, no passes. And nu de paard C7. Maar het was gewoon wel beter om gewoon paard te slaan. Ik ben in ieder geval van het probleem af. Op C7 heeft hij eigenlijk nog steeds niet zo heel veel velden. Hij kan eigenlijk nergens heen meer. Dus hij staat alsnog ingesloten. Dus ik had hem gewoon moeten slaan. Dit ook al. En daar nog geen buis. Het lijkt dat waar gezet, want je staat achter en dan ga je dames rijden. Maar ik sloeg hem niet, want ik was bang voor dat nu een paard nergens heen kan. Dus zometeen komt bijvoorbeeld deze op deze. Maar nu kun je het nog verdedigen met A4. Ja. En als je hem bijvoorbeeld hier aanvalt, dan doe je A5. En op A5 om te blokken doe je gewoon B4. Want? Want als je nu die aanvalt, dan doe je sla je op A5. En als je slaat, dan sla je hem gewoon terug. En dan komt het alsnog aanval. Of misschien zelf al meteen aanval. Dan heb ik, ja. A5 meteen is wel beter. Dan. Dus daarom kon het dus wel, maar dat dacht ik niet. Maar het is sowieso wel een beetje tricky. Schaak. Moet je open ertussen? Ja. Niet aan, nee. En ook een paard is het. Die pak is maat. Ja. Hoe slaan? Zo. En daar mag ik zitten. Wat komt hier dan? Nou, elkaar. Ik ging niet. Ja. Nou? Kort, dat mag niet. Dat mag niet. En hier dacht ik al. Ik had al zo'n vermoeden dat Rick hier daar met die 5 ging doen. En dan doe ik toch A1. Ja. Nou, hij staat. Wat ook gebeurt, hè? Ja, precies. Ja. En ik verwachtte nu ook al paard D5, wat hij ook deed. En dan het idee is om paard F4 te doen. Maar nu deed ik toch D1. Wat natuurlijk gek lijkt, want je geeft deze dek nog. Dus waar kan bijvoorbeeld niet. Dit is gespeeld. Oh, ja. Maar nu doe je toch maar E7. Ik ga het toch wel passen. Ja, paard wel D3. Schaak. Schaak. Dus toch hij kan niet. Nee. Koning D2. Koning D2. Paard maar 1. En nu? Paard maar 1. Toch maar B7. Ja, toch maar B7. Oh ja. Dat is. Dat was mijn idee met. Ja, met toren D1. Ja, ik nog wat op de toren. Ja, het recht toren B8. Nee. En het paard is hand. Dus hij deed deze. Maar, wat weer aan. Dat heb ik niet. Nee, precies. Ja, G5 nog. Dan moet het ruimte. Ja, nu kan het paard gewoon. Nou, in hier wou die toren G8 doen. Maar raakte de koning aan. Dus toen voelde hij maar koning G8. Maar toen zocht ik gewoon deze. Toen gaf ik op. Ja, dat werd tijd. Want ik sta 3 pionnen voor en de snelste winst kwam is voor mijn 8. Toen het luiden en daarna. Oké. Okay. Nou, dat was hem. Ja, goed. Goeie. Maar G5 was voor mij nieuw. Dat ziet er gek uit inderdaad. Ja. Niet in veel varianten. Nee, dat is voor mij nieuw, dat is wel leuk. Dat is heel mooi. Dat is heel mooi. Dat is heel mooi. Dat is wel goed, hè? Ik was precies op tijd.